Rafaella Paton werd bekend door haar deelname aan Idols in 2006. Ze won het programma, maar door de geboorte van haar dochter Beautiful Hope heeft ze nooit een goede start kunnen maken. In 2010 was ze klaar voor haar comeback, dus deed ze mee aan The Voice of Holland. Rafaella was weer in beeld en 2 jaar later deed ze met het nummer Chocolate mee aan het Songfestival, maar verloor van Joanne. Rafaella kreeg de erkenning toen ze begin dit jaar door collega's tot winnaars van het programma De Beste Zangers van Nederland werd bekroond. Maar wat heel Nederland toen niet wist, is dat Rafaella al jaren een alcohol- en drugsverslaving heeft. Na de geboorte van haar dochter begon ze cocaïne te gebruiken en trad vaak op terwijl ze onder invloed van drank of drugs was. Daar was nooit wat van te merken, maar Rafaella worstelde wel dagelijks met haar problemen. Ik denk dat onzekerheid en dat het altijd al in me zat. En dat het de reden is waarom ik ben gaan doen wat ik doe. De winnares van Idols komt ook in het nieuws met een breuk met haar familie. Een postnatale depressie, bulimia en zelfs een zelfmoordpoging. Ik moest drinken en ik moest coke gebruiken om me beter te voelen, voor mijn gevoel. En dat was heel erg veel. Het begon 's ochtends vroeg met de cocaïne, begon het 's ochtends vroeg al. Als ik wakker werd, dan dacht ik van oh, shit, ik moet mijn bed uitkomen en ik moet zus en zo en ik moet daar nog heen rijden en ik moet dat nog doen. Nou, ik moet het wel gebruiken, anders kom ik de dag gewoon niet door. Rafaella realiseert zich dat het niet veel had gescheeld of ze had haar dochtertje en haar vriend nooit meer gezien. En dat besef ik me nu heel goed. Ik werd er helemaal emotioneel van, maar voordat ik hierheen kwam, kreeg ik een bericht van mijn counselor in Thailand dat een van de jongens waarmee ik heel goed bevriend was, hij heeft een eind aan zijn leven gemaakt. En zo had het ook af kunnen lopen met mij.